We staan hier op het proefveld en ik zal jullie even het een en ander laten zien. Hier staan de plantjes uit het zaad van vorig jaar. Dat heb ik eerst in een zaaibakje gezaaid, verspeend en toen later op de rug gezet. Het begint nu mooi een beetje groei in te komen. Hier staan de eerstejaars. Ieder knolletje is hier verschillend. En het splitst mooi uit. Per kruising dan zie je wel verschil. Hier heb je erg lelijke en hier heb je mooie looftypes. Hier staan de tweedejaars. Over vier ruggen. 8 planten per veldje. En het splitst ook er behoorlijk uit. Erg veel verschil in groeikracht en type. Hier staan een paar mindere. En hier staat wel weer een goede. Derdejaars en ouder. Want het veld is al wat groter. Dan heb ik hier aan de rechterkant 8 planten staan voor pootgoed. Die staan op 20 centimeter. En links staan er 6 planten. Die staan op 33 centimeter voor consumptie. Er begint al een enkele plant te bloeien. Terwijl er nog niet zo heel veel loof op zit. Hier op het erf staan de plantjes voor het Vitoftra gebeuren. En die groeien hier wel heel veel harder op het erf. Kijk eens wat hier al staat. Hier staan plantjes van Bio-Impuls. Er zit een mooie groei in. Bedankt voor het kijken.